Zolang we vandaag een handelsoverschot hebben van quasi 14, 15 miljard met de Britten, gaan wij er natuurlijk altijd aan verliezen. Hè? Wij gaan meer verliezen dan de Britten natuurlijk bij een harde brexit. De vraag is als er ooit een onderhandeld akkoord zou komen, want dat is er uiteindelijk nog altijd niet. Na de verkiezingen uh, zal er één moeten uitgemaakt worden wie op uh, 13 december naar de Queen mag gaan in Buckingham Palace om Downing Street 10 op te eisen. Stel dat dat Johnson blijft, ja, die moet dan nog gaan onderhandelen over een nieuw akkoord. Daar moet ook nog in het parlement over gestemd worden. Dus ik denk dat we op 31 januari daar nooit gaan geraken. Dus even voor de duidelijkheid, er moet nog onderhandeld worden ja. over een nieuw akkoord ja. na die verkiezingen, ja. hoe dan ook. Ja. Want veel mensen denken dat er een akkoord op tafel ligt. Nee, dat akkoord dat er ooit is gemaakt, een paar weken, maanden geleden, ja. heeft nooit een meerderheid gehad in het Lagerhuis. Dus, dus we dan moet er moet toch onderhandeld worden. Dan. Ja. Ja. Dan Stel dan dat Corbyn zou winnen. Al dan niet alleen of in een coalitieregering ja, die zegt ik ga misschien een nieuw referendum houden en ik hou wij hier met 52% gaan de Britten nu plotseling zeggen ik wil er wel bij blijven. Ja, dan hebben we ook nog altijd een probleem. Dus stel dat er geen referendum zou komen, ja, Leper is tot nu toe ook vrij onduidelijk geweest, wat willen ze nu doen natuurlijk. Ja, Zij zullen ook uh... een, een akkoord moeten sluiten natuurlijk. Uh, nee, we staan nog... Uh, die verkiezingen gaan een tussenpauze zijn. Maar dan zal er inderdaad serieus moeten gepraat worden. De vraag is essentieel. Hoe kunnen de Britten nog betrokken worden bij de Europese interne markt? Met andere woorden, hoe kan er nog handel worden gedreven met zo weinig mogelijk regels? En wat willen de Britten daarvoor betalen voor de toegang tot die interne markt? Daar is in het oude akkoord ooit een bedrag over geplakt van 42 miljard euro, maar dat zeggen de Britten dat is te veel.